na de brandstichting van Bertha en Margriet, hij rees de Phoenix van de Volksunie en kroonde zich N-VA. Allemaal in pakken van 3 stukken, met het schoonste pak dat van... Voorzitter Bart de Wevers. Maar al 20 jaar beleid gaat het niet meer zo goed. De N-VA verliest bijna 6%. En dat parfumeert de voorzitter. Wat ik als N-VA-voorzitter ga doen, is tot 9 juni mijn stinkende best doen. Na 9 juni zal hij enkel nog stinken. Enfin, Vlaamse Belang is ook een afscheuring van de Volksunie. Dus er zijn wat gelijkenissen. Zo is er migratie. De N-VA vindt dat ons land tijdelijk moet stoppen met het opvangen van asielzoekers. Alleen gaat het bij hen u kosten. 20.000 euro betalen aan Europa per asielzoeker die hier niet wordt opgevangen. Wij willen dat afkopen met die 20.000 euro. Het zijn ook Vlaamse nationalisten, dus technisch gesproken willen ze... systemische hervormingen. En nu hoor ik u al denken. Maar zijn die er dan gebeurd de afgelopen jaren? Ik heb die helemaal niet gezien. Na 20 jaar beleid van de N-VA is BHV gesplitst. Dat kost hen 5 minuten politieke moed en 3 jaar palaveren. En dat komt omdat de voorzitter liever bestuurt... met CD&V en Open VLD. En omdat de voorzitter zich meer focust op België... dat Bart Wever kandidaat premier is bij de verkiezingen in juni. ...weigert hij te besturen met Vlaams Belang. Maar mijn vraag is om wat te doen eigenlijk. Om samen naar Bellewaerde te gaan en een foto te pakken met de leeuw. Wat denkt je? Goed, wat kunnen we ze nog kwalijk nemen? Ze hebben de Vlaamse boeren gepest met... het stikstofdecreet. Ik zal u niet vervelen met de hele uitleg. De boeren moeten minder stikstof uitstoten en daar hebben ze te danken aan... de N-VA-minister Soal Demir. En zo kunnen ze hun werk niet doen. Je zou voor minder in uw tractor springen en de snelweg versperren. De Boerenbond gaat dat decreet alvast aanvechten. De moraliteit is verzoek en de legaliteit kennelijk ook. Het is echt afwachten of dit allemaal zal stand houden voor de rechtbanken. Hè? Wie kan mij vertellen waar N-VA voor staat? N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Heel goed, Fatma. Kunt je dan ook mijn verbazing begrijpen wanneer Bart de Wever zijn nieuwe volk kwam presenteren? J'ai le plaisir de présenter le visage de cet effort. Et pour les Flamands, la même chose. Je suis un francophone. N-VA wil stemmen sprokkelen in Wallonië. Ik vrees wel dat ze de V uit hun naam mogen weghalen. En tout cas, pour une Belgique unie. Hein. Pas la séparation de la Belgique. Hein. Je suis quand même pour l'unité de ce pays. Hein. Nous sommes Belges avant tout. Vlaamse onafhankelijkheid zal niet lukken met de Walen. C'était une stomiteit. Maar Bart de Wever is geen idioot. Hij is een intellectueel. Die mens spreekt Latijn. Dan hij cultuur. En om nog slimmer te lijken, laat hij zich omringen door idioten. Exemplum gratia. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weits. De minister van Onderwijs weet niet dat hij een broek moet aandoen om naar school te gaan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weits wandelt niet zomaar in zijn onderbroek een klas binnen. Hij snapt tevens het punt van gesproken boeken niet. We werken aan een versie voor kinderen, een versie voor laaggeletterden, maar ook een audioboek. Voor doven. En hij laat zich verdedigen door deze tropjes die niet kan spellen. Wel, ik zal u als pedagoog iets belangrijks meegeven. In het woord evalueren, daar zit het woord leren in. Er zit het woord leren in. Er zit het woord... Eren wel, ja. In Koen zit het woord oen. That's right.